Pippa, kom. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en gisteravond ging ik op bed liggen en binnen 5 minuten was ik weg. Ik viel gewoon als een blok in slaap en dat is echt het allerlekkerste wat er is. Want soms lig je waarschijnlijk wel eens in bed en dan ben je de hele tijd aan het treuzen en dan draaien we om en dan draaien we om en schiet je natuurlijk niks meer op. Maar goed, hallo! Zou ik eens even laten zien hoe jij er net bij lag? Ja, lekker chill hè? Kijk maar even mee. Kijk eens wie we daar hebben. Het is Bumper. Volgens mij is dit jouw lievelingsplekje. Want voordat we op wintersport waren, toen lag je hier ook al een paar keer. Als wij wakker werden en we zochten jou. Dat vind je lekker, hè? Lekker op bedje. Ja. Even lekker, lekker, lekker. Oh, grote gaap. Goedemorgen, Bumper. Durf je ondertussen al in de badkamer? Kom eens kijken. Kom eens kijken. Nee. Bumper durft het nog niet altijd. Hij denkt, die badkamer, dat is water. En dat betekent niet veel goeds voor mij, want ik hou niet zoveel van water. Zit. Blijf. Bumper, blijf. Kijk of hij onder mijn poortje doorgaat. Doe maar. Ja! Bumper ziet andere hondjes in het bos. En hij wil er zo graag naartoe. Daar gaat hij hoor. Pamparadam, 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 pamparadam. Oh nee, toch niet. Huh? Je wilde er zo graag naartoe, Bump. Bumper, ga eens kijken dan. Zijn het vriendjes? Ga eens kijken. Pamparadam, 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 pamparadam. Bumper die rent altijd heel erg snel op honden af. En dan op het allerlaatste moment... Dan rent hij af. Skrrt. En dan zit hij zo op een afstandje te kijken van... Wat voor hond ben jij? Vind ik jou leuk of niet? Nee, oké, later. Vanaf helemaal daar tot aan hier blijft die hond al zo stilstaan. Het lijkt net een standbeeld. Oh, hij gaat bewegen. Hallo. Zo, een grote hond is het eigenlijk, hé. Ik zie dat nu pas, nu die dichtbij is. Hé. Hey. Zo. Ik ga even aan het kakken. Laat hem met rust. Eén ding weet ik wel, zo'n hond krijg je nooit altijd gewoon perfect schoon. Nee, als die één keer door de modder gaat. En meestal vinden witte honden het ook super leuk om door de modder te gaan. Yep. Net zoals Deetje, die is blond. Die vindt het super leuk om door de modder te gaan. Ja, echt heel leuk. Het is gewoon niet handig als je blonde haren hebt. Ja, dat is D gewoon. Het is een UFO. Weten jullie nog dat ik hier in deze UFO ben geklommen? Wat echt een hel was om te doen trouwens. Ik had echt pijn aan mijn handen, want eigenlijk hoor je er niet echt zeg maar in te klimmen. Maar ik snap nog steeds niet wat het ding voor doel heeft. Ik denk serieus gewoon kunst. Ja, kan niet anders. Het staat hier midden in de freaking of nowhere. Het lijkt op een vuurtoren, maar er is hier geen water. Dus... Nee, een vuurtoren lijkt me niet. Als jullie weten wat het is, laat het dan vooral achter. Ik denk kunst. Wil jij wat hebben? Een lekkere gratis poep, koek, stroop of poedersuiker. 50 extra? 50 cent extra. Oh, dat is omdat iemand zijn drone niet heeft opgeruimd. Oh, wat? Maar het is op zich niet heel handig, want dat is ook niet zo goed voor het milieu. Nee, klopt. Maar dit heeft serieus iemand op een drol gedaan? Lol. Ik zag die drol eerst helemaal niet zitten. Ik heb geen idee, we moeten echt snel zijn. We moeten echt heel snel zijn. Anders komen we misschien deze parkeergarage niet meer uit. Ik ben gewoon mijn portemonnee vergeten. Je gelooft het of niet? En D heeft ook geen portemonnee bij zich. Dus we staan nu in de parkeer... Heb je kleingeld? Ik heb nog van skiën, kleingeld. Maar van 5 euro kunnen we geen boodschappen doen, maar wel het kaartje betalen. We moeten even kijken of je wat aangeeft. Want misschien als je heel, heel, heel snel bent, hoef je niks te betalen. Oh, 50 cent. Yes! Wow, die echo. Nou, gaan we naar huis. Dit is wel een beetje sneu, want Bumper is nu weer helemaal happy dat we er weer zijn. Maar ik moet ook alweer weg. Echt zo stom dat ik mijn portemonnee vergeet. Echt heel debiel. Sorry Bump, we zijn zo terug. Oh, niet zo zielig kijken, je maakt het mij zo moeilijk. We zijn zo terug Bump, ja? Zo terug, nee Bumper, we zijn zo terug. Oh, je bent... Nee, we zijn zo terug Bump. Hé. Hey. Nee, Bump, naar binnen. Bump, ga eens naar binnen. Zo terug Bump, zo terug.
Dat is echt niet normaal hoe zielig Bumper kan kijken. Echt heel zielig. En daar zijn we weer. En in het Duits is dat Sint weer wieder, toch? Ja, Sint weer wieder. Oh. Oeps. Zo. Hopsakee. Oh, allemaal lekkere hapjes voor vanavond met lekker soepie. Daar zijn we weer. Hallo. En deze keer voor het Echie. Zo, de boodschappen zitten er ook weer op, zeg. Jeetje, Mina, was ook wel even nodig. Want als je dan een weekje weg bent geweest op vakantie, dan heb je gewoon niks meer in huis. En dat merk je dan meteen. Wow! Wat is dit nou weer? Ik was al hier. Het is niet dat als je me heel hard schreeuwt... Je moest me niet schreeuwen. Oh, Bumper schrok. Oh, wat is hij dan eigenlijk groot, hè, Bumper, als hij helemaal rechtop staat? Ja, wat nou als Bumper rechtop zou lopen? Dan zou hij echt 2 meter zijn. Bumper, kom. Hey. Kom eens hoog. Kijk eens hoog. Kijk eens hoe hoog hij is. Hoog. Het is hier eigenlijk ook veel te warm, hè. Jeetje, Mina, met al die lampen aan en dan ook nog eventjes een vest aan. Geen idee waarom eigenlijk. Dus het is even tijd om hier weg te gaan. Het moet even luchten, even een raampje open. Dan gaan we even een kijkje nemen hier in de woonkamer. Mi phone. Gaat goed. Wow. Hou er nou eens mee op, ik schrik me alweer helemaal te pleuren. Oh, je hebt het gewoon niet door? Nee, dat hoor je toch niet? Dat is een beetje jouw ding zit te rammen. Dat wil ik ook een keer doen. Dit vind ik altijd leuk. Kut, de soep. Oh my god. Het soepie. Oh, er komt veel rook vanaf. Jeetje, Mina. Oh, safe. Ja? Ziet het er nog goed uit? Zat er geen laagje omheen? Nee, hij is wel heel heet denk ik nu, maar safe. Oké, we gaan soep eten dus. Met allemaal lekkere hapjes. Kijk eens eventjes. Broodjes en hier wat lekkere knoflooksaus. Hier, oh, lekker worstje voor Enzo. Hoppa. Olijfjes. Nice. Oké, Quinn, daar komt hij, ja? Ja. 1 en 2. Oh! Komt hij. Hoppa! Bam! Kijk hem nou eens liggen. Wat heb jij het toch goed hier, hè? Hé, hey, wat heb jij het toch goed hier? Oh, lekker uitrekken. Oh, lekker ding. Romantisch. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een toffe vlog. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. Gaat superleuk worden. Ik heb iets in de planning staan, namelijk uur. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, peace.